Kleine voetjes, dat had ze als meisje. Op haar houtjes spoot Jara van Kerkhof weg over het ijs. Iedereen om haar heen was groter, maar Jara was sneller. Vanaf haar geboorte had Jara een gaatje in haar hart. Pas op haar 7e werd ze met succes geopereerd. Haar ouders blij, eindelijk kon hun zorgenkindje onbekommerd gaan sporten. Maar wacht. Wie serieus wedstrijdjes wilde schaatsen, moest op Noren staan. En die bestonden niet in haar schoenmaat. Vader van Kerkhof schreef een brief naar de schaatsfabriek. Of ze zijn dochter alsjeblieft konden helpen. Weken later opende Jara thuis een kartonnen doos. Naast de houten leest lagen haar Noren. Maatje 28,5. 2 maten kleiner dan de kleinste fabrieksmaat. Op die 2 mini-noren gleed Jara de grote wereld in. Wat nou niet kunnen strijden met een afwijkend hart, met een kleine gestalte, met die kleine voeten? Wie zullen er in gedachten meegeleiden als ze strijdt om de gouden medaille op te spelen? In ieder geval haar familie. De hartchirurgen van het ziekenhuis, de jeugdclub en ja, natuurlijk, de schaatsfabrikant. Wat begon met die mini-noren op een ijsbaantje in Nederland, krijgt nu een grote finale op het wereldtoneel. Jara van Kerkhof? Dat is de droom hoe heel klein uiteindelijk heel groot kan worden.